In Zuid-Amerika hebben ze nooit gebruik gemaakt van postduiven, want daar hadden ze papegaaien, die moet je gewoon inspreken. Ik zat onlangs met een dilemma tijdens de seks. Mijn vrouw riep de hele tijd harder, harder, harder. En de buren riepen zachter, zachter. Ik denk, praat dan toch eens met elkaar. Ik snap ook niets van techniek. Ik heb ooit een nachtlamp gekocht. Weet je wat eruit kwam? Daglicht. Een vriend van me zei onlangs dat hij vroeger een moeilijke relatie had met zijn vader. Dat ik denk, dat is toch normaal? Wie begint er nu een relatie met zijn vader? Volgens mij is het toffer om onder water te wonen. Als er iemand een scheet laat, dan kan je die eerst zien en dan beslissen of je eraan gaat ruiken of niet. Ik ben ooit zo lang dronken geweest dat als ik nog eens twee blote borsten wou zien, dat ik moest gaan slapen met een vrouw die er nog maar één had.